Yo guys, zelfs nou, mijn naam is Hessel. Vandaag ben ik terug met een nieuwe NAC Breda Career Mode aflevering. Niet de vorige aflevering, maar die aflevering ervoor. Want die vorige aflevering moet ik nu editen en inspreken. Maar die aflevering ervoor is dus minder ontvangen dan een normale video. Ik geef jullie ook helemaal gelijk erin. Want ik stond op. Ik moest, middags moest ik weer werken. Dus ik stond op. Het was 9 uur 's ochtends. En ik moest gewoon die video op gaan nemen. Ik moest gewoon die stem gaan inspreken. En dat heb ik gedaan, maar ik klonk dus heel erg moe, waardoor ik dus heel depressief klonk. En daar heb ik heel veel reacties van gehad. Nou, hopelijk is dat nu niet en hopelijk is dat de volgende achteraf aflevering ook niet. Ja, we hebben een paar slechte dingen, een paar goede dingen. We hebben hier Van Doornbergen, 76, 19 jaar, wat een beest. 99 balbeheersing, 97 dribbel, afmaken is hoog. Echt een goed talent. Maar hij is 2 maanden geblesseerd geraakt, dat hebben jullie gezien. Ook hebben wij nog een speler aangetrokken, de regen van Ribéry, dat weten jullie ook. Peugeot, Pace Monster uit balbeheersing. Het afmaken mag wel beter. Maar ja, Van Overeem was toch niet de speler waarvan ik dacht dat het was. Ik dacht echt dat hij kan goed presteren in ons team, maar het is niet gelukt. Peugeot, daarentegen moet hij zichzelf gaan bewijzen. En anders ja, komt er over een tijdje de Blondo te staan, de broer van Ludovic. Maar ook, we hebben nog iets leuks. Dat hebben jullie ook gezien natuurlijk in de vorige aflevering. Ik dacht, ik ga het ook even allemaal herhalen. Ik ga ook de statistiek laten zien. Maar, we gaan even naar onder. Ja, Moses Simon. Een speler die jullie altijd al willen in mijn carrière moeten hebben. Ik dacht, weet je, ik ga hem gewoon een keer nemen. Pre-contract. Voor een seizoen gaat hij als team versterken. Als wisselspits. Want ja, Mrabti is natuurlijk gewoon echt een ongelooflijk beest. Maar, wij gaan vast verder. Het is nog transferperiode. We hebben niet heel veel geld. Nog 10 miljoen. Dus op zich nog wel iets, maar niet echt om topspelers binnen te halen. Maar ik heb nog wat spelers op mijn verlanglijst staan. Van Drongelen is niet nodig, denk ik. Maar kan in principe wel een leuke versterking zijn. Maar ik, ja, ik ben vooral op de regens dit seizoen. Maar weet je wat mij heel leuk leek om te halen? Welke speler? Pelé van Arnold. Van Arnold. In het echt is dus ook naar NAC Breda gaan. Hij kan ons team misschien niet versterken. Maar hij kan wel een extra plek op de backpositie zijn. Want dat hebben we niet. Want Horsfield is natuurlijk verkocht. En we hebben natuurlijk, ja, Van Noorenberg moeten soms back zetten. Maar die is nu ook 2 maanden geblesseerd. Dus dit kan gewoon een prima wissel backup zijn. Ik weet zeker dat heel veel reacties komen van echt dom dat hij hem haalt. Want hij is helemaal geen versterking voor je team. Maar hij is als backup prima. Want Van Noorenberg ligt eruit. En we hebben geen Horsfield meer. En ik ga het laten zien hier, verdedigers. We hebben hier, ja, we hebben Muro. Die is niet goed genoeg in principe als wissel. We hebben De Haan. Daar wil ik zo snel mogelijk van af. En hebben deze 3. Sporksleden rechts. En dan Tafazoli en Floranus. Floranus is dan rechts achter. Tafazoli links. En dan hebben we alleen De Haan. Maar die vind ik niet goed genoeg. En misschien kunnen we die wel de deal betrekken. Hij is 19 jaar, 65. Zit er al vanaf het begin bij. Maar hij is zich nooit echt kunnen laten zien. Ze willen een centrale verdediger hebben. Dat ga ik niet doen. Dan gaan we een transfer aanbieden. Ik weet niet precies hoe duur hij is. Ik gok 4 miljoen. Zo die zou het toch niet zijn? Oké, dat is zelfs te veel voor hem. Ik heb ook geen idee hoe hoog die is. Heel dom dat ik dit doe. Maar geloof me, het is echt een versterking. Hij kan linksachter. Hij gaat echt een goede backup zijn. Sporadisch, dat wilt hij ook. Dus, en het is leuk omdat hij het echt ook naar NAC is. Dus ik wil geen reacties zien met een domme aankoop. Want zo dom is hij niet. Het is gewoon een slimme aankoop voor de backup. En wie weet speelt hij wel fijn. We kunnen misschien altijd nog door of nog verkopen. Maar in ieder geval, leuk dat we een speler hebben die het echt ook bij zit. En ja, die gespeelde wedstrijd. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we accepteren het maar gewoon. En ja, we hebben dus weer een speler binnen. Ik ben benieuwd hoe hoog die is. We gaan het gewoon even snel kijken. Waar is hij? 71. Dat is gewoon een perfecte backup. Ik kan zeggen waar je wil. Het is echt een perfecte backup. Die gaat niet mee op de bank. Maar die gaat wel af en toe goed spelen. Dus dat is leuk. We gaan verder. En dan zie ik jullie zo als er iets spectaculairs gaat gebeuren. Oké, we moeten thuis tegen Oude Den Haag. Normaal simuleer ik zulke wedstrijden. En ik denk dat ik dat nu weer ga doen. Want de wedstrijd tegen Feyenoord is volgens mij daarna. Ja, een bekerwedstrijd. Dus 2 dagen daarna. Dus we gaan wel met het basisteam spelen. Want de bekerwedstrijd, ja, die speelt gewoon ons jeugdig team. Misschien wel met wat ervaren spelers erin. Want zo'n jeugdig team hebben we vorige keer gezien. Hebben Blondo en El Lucci ons moeten redden. En dat hebben ze ook gedaan. We skippen. 3-1 gewonnen. Maar Meijers is geblesseerd. En als we iets niet goed bezet hebben, is de centraal verdedigingpositie. Want Van Leeuwen is niet hoog genoeg. En Karel Metz eigenlijk ook niet. En Van Leeuwen wil ik dus gaan trainen, want 7 dagen is niet zo heel lang. Maar Van Leeuwen wil ik dus gaan trainen, want moet je kijken. Wat een beest is dit, jullie weten het. Even kijken waar hij staat. Van Leeuwen, waar sta je? Hij is snel.
Centerback, hij is redelijk lang. Hij kan rechts achter het middenveld. Maar hij is pas 17 jaar en hij is ongelooflijk beest. Als het om speelt, maakt hij af en toe wel domme foutjes. Maar het kan iedereen overkomen. Het is transfer deadline day. En die ga ik gewoon skippen, weet je. Want we gaan niemand meer halen. Als er iemand verkocht wordt, leuk. Maar voor de rest boeit het niet heel veel. En dan gaan we direct nog even de statistiek laten zien. Na de wedstrijd tegen Feyenoord. Als ik het niet vergeet. En anders komt het in de volgende aflevering. Ik ga gewoon weer vaker live doen. Want nu komen alle Champions League wedstrijden aan. En als ik iets sowieso live wil doen, zijn het die Champions League wedstrijden wel. Zo, hij bleef even hangen. Want we hebben nu de eerste Champions League wedstrijden. De poolfase waar we net door zijn gekomen. Echt op het nippertje zijn we doorgekomen. Die hebben we dus overleefd. Op het nippertje, zoals ik al zei. En dat heb ik achteraf gedaan. Want ik dacht, ja, het is leuker om dan de ronde 16. En dan het kwartfinale, als ze überhaupt wel komen. Want het is natuurlijk echt... Ja, het wordt heel lastig om überhaupt door te gaan in de Champions League. Ik verwacht niet dat we de Champions League dit seizoen nog kunnen winnen. Dat verwacht ik zeker helemaal niet. Maar volgend seizoen moeten we toch een goede stap kunnen zetten. Denk ik wel. Ook al zijn de ratings niet zo hoog. Het team kan goed samenspelen. Dus ik ben benieuwd. Oké, zoals ik dus al zei. Gaan we de centrale verdediger trainen. En het wordt natuurlijk Daan van Leeuwen. Moet onthouden dat hij zo heet. Voor de rest zijn het gewoon dezelfde. Ik denk niet dat er iemand omhoog kan gaan. Je weet natuurlijk nooit. Maar het antwoord is nee. De Duits is bijna 77. En Mertabi of Rapti is bijna 80. En iemand zei dat ik uitspreek als Merapti. Maar ik zeg gewoon Rapti, weet je. Maakt niet uit als jeugdspeler. Eerst zei ik ook blonde hout, terwijl het blondo is. Dus dit is een ongelooflijk groot talent, zie ik nu. Zo, zijn potentie. Wow. Dit is echt een groot talent. Deze ook. Allemaal. We hebben allemaal... Ja, deze iets minder. Die gaan we meteen laten gaan. Maar deze helemaal slecht. Deze nog slechter. Deze weten we nog niet heel veel van. Deze is, ja, ook slecht eigenlijk. En Barret. Dit is ook een goede potentie. En deze helemaal. Wat een talent hebben wij hier bestaan. Maar we hebben al te veel talent in ons team. Waardoor ik ze niet zou accepteren. Tenzij ze er echt uit willen. Dan doe ik het wel. Maar ja. Oké, dit is interessant. Lars de Haan kan dus op huurbasis volgend seizoen vertrekken naar PEC Zwolle voor een jaar. En de Haan, zoals ik al zei, ik zie niet heel veel potentie in hem. Misschien kan hij het tegendeel wel gaan bewijzen bij PEC Zwolle. Dat ik hem toch terughalen en toch nog speeltijd ga gunnen in dit NAC. We weten het niet, we gaan het vanzelf zien. Ik accepteer nog een paar spelers. Hij is eigenlijk wel laag algemeen, afwijzen ermee. En dan gaan we spelen tegen Feyenoord. Met het jeugdteam. Oké, dit is het team waar we het mee gaan doen. Ik vind Moretti hier aan de zijkant, in de spits. Hij presteert niet in de spits, dat weten we. Dus Moretti zetten we hier, ruilen met Klaas van Krooi. Een speler die echt gelinkt wordt met NAC. Dat is wel leuk om te zien. NAC heeft Shadows gekeken, denk ik. Die staat hier dus. Eiting is dus de aanvoerder op het middenveld. Ik denk dat ik daar Ella Lucci ga zetten. Want ja, Ella Lucci, de oude aanvoerder van ons. En Van Aanholt gaat zijn debuut maken. Van Leeuwen, wacht, ik laten zien. Hij moet zich echt laten zien. De ogen zijn nu vooral op hem gericht. Aangezien Meijers gelanceerd is voor 6 jaar. Die is trouwens al bijna weer terug. De ogen zijn vooral op Van Leeuwen gericht. Oké, Feyenoord is meteen gevaarlijk, meteen aan het aanvallen. En dit nodigt tot niks, dan net op kans op de lat. Slecht begin van ons. Hopelijk gaat het niet heel de wedstrijd zo. Oké, hier spellen Van Aanholt meteen, de opkomende back. Van Krooi. Moretti schiet maar met links. Hij krult hem net naast. Wat een kans voor ons NAC. Jammer dat hij niet zit. Een goede kans voor Moretti. Goed meegelopen van Pelle Van Aanholt. Maar helaas geen doelpunt. Oké, Vito van Krooi is erdoor. Vito van Krooi laat zien, Vito! Oh, maak hem af.
Maak hem af. Ik had ook trouwens heel veel reacties gezien van... Je schiet vaak met links met Rupti. Dat klopt. Terwijl hij rechts is. Of andersom, ik weet niet meer wat het was. Hij schiet met rechts terwijl hij links is. Goed dat je het zegt. Dat had ik zelf niet eens in de gaten eigenlijk. Maar hier is Van Aanholt. Voorzet. Oh, ik dacht dat bijna dat hij over de keeper heen ging. Oké, we hebben dus een rode kaart gehad. Jullie gaan zo zien waarom. Dat is natuurlijk niet fijn. Ja. Ten Van Krooi gaan weghalen daar. Toen Van Aanholt meer zo, ja. En dan halen we, ja, voor wie? Voor Blondeau. Dan zetten we... Ja, ik wil aanvallen, want we moeten mee gaan aanvallen. Weet je, we gaan gewoon met 3 verdedigers spelen. Doe zo. Ja, ik wou voor de bal, maar het lukte net niet. Waardoor ik dus rood krijg. Pilar, die als hij speelt, pakt hij altijd wel een kaart. Het is wel echt iemand die hard inkomt. Misschien in de toekomst hebben we daar veel aan. Maar dat gaan we nog vanzelf zien wat er van hem gaat komen. Want hij is nog wel een laagrated speler. Weg die bal, weg die bal, weg die bal, weg die bal. Oké, het gaat een verlenging worden. Oké, dat is niet goed voor onze spelers, want veel jeugdspelers die allemaal niet de conditie hebben. Vorig seizoen hebben ze het ook gedaan in de verlenging. Of penalties volgens mij zelfs, ook tegen Feyenoord dacht ik, dat weet ik niet zeker meer. Maar ja. Oh nee, Dermic scoort de 0-1 in de 115e minuut. Ik weet niet wat ik deed met Van Leeuw. Van Leeuw speelt heel de wedstrijd als een bonk. Maar hij is gewoon vermoeid. Dus ik heb geen idee. Ik maakte een sliding uit het niets. Het is gewoon dom van mij. En we komen achter in de bijna laatste minuten van de verlenging. Dit is niet fijn. Alles of niets wordt. Je moest kijken, wat doe ik hier met Van Leeuw? Ik dacht, ik kan hem hebben, maar... Ik snap het niet. Ja, prima ingeschoten kan je wel zeggen. Alles of niets. Alles of niets. We hebben verloren, we zijn uitgeschakeld in de beker. Het jeugdteam heeft het niet kunnen laten zien. Ook de grote mannen hebben het niet kunnen laten zien. Ik kan wel tevreden zijn over spelers wat ze hebben laten zien aan mij. Want Van Leeuw was een beest. En Lucci heeft zich gewoon weer bewezen. Helaas verloren. Kopjes omhoog. En dat concentreren puur op de competitie en de Champions League. Oké, de meest gegroeide speler in ons elftal is Sebastian Blondeau. Ja, 10 ratings omhoog. Hij is nog steeds 65, 18 jaar. Eigenlijk is hij helemaal niet zo goed. Maar de enige reden dat ik het train is omdat we dan 2 Blondeaus hebben, dan de 2 broertjes. En als hij speelt heeft, dan speelt hij op zich wel goed, want zijn vorm is goed. Hij doet uitstekend. Merapti, ja, toch wel een verrassing van dit seizoen. We hebben hem opgepikt voor een laag bedrag in principe. En hebben zo een speler in huis. Van Noornberg zit dicht tegen baas aan. Is alleen geblesseerd geraakt, maar kan zich volgend jaar misschien in de... Of als hij terug is, misschien wel in de basis spelen. Te Duits, 20 jaar. Ik weet niet echt of hij potentie heeft eigenlijk. Maar in ieder geval, dit is dus de Duits. Prima keeper, die dus onze eerste keeper is. Die het strijd maken met Tunkus en Scars. Op dit moment heeft hij die gewonnen. Hij kan nog genoeg trainen, dus er niks aan de hand. Klaas is veel omhoog. Meijer, toch wel een speler. De enige speler in ons team, volgens mij, die nog geen 1 wedstrijd gespeeld heeft. Tavazzoli, ja. Dit is toch wel de verrassing misschien dit seizoen. De grootste verrassing, laat daarop houden. Hij doet het beter dan verwacht. Iedereen wou een nieuwe links achter Angelino wegging. Maar hij heeft zich echt laten zien, hoor. Ongelooflijk hoe goed hij is. Voor de rest, ja, allemaal mensen. Blondeau, 3 omhoog. Leuk dat hij ook nog groeit. Hij is ook... Dit vind ik vooral het leukste. Speler bij 1 club. En even kijken of meer mensen hebben. Daar ben ik wel benieuwd naar. Bij deze kan je allemaal niet zien. Nee, oké. Ik dacht dat ik bij nog iemand iets zag. Oh, hier. Tavazzoli. Oh, kopbal met Dijk. Ja, voor de rest, we kunnen ook even kijken. Floranus, wat heeft hij? Verre inworp. Ah, dat moet ook in de gaten houden. Houtman, technische dribbelaar. Schrijvers. Ja, dat wisten we. McPake is ook ingegroeid. We gaan nu kijken hoe iedereen het doet. Statistieken. Eerst kijken wie de meeste wedstrijden heeft gespeeld. Volgens mij was dat Eiting. Oh nee, Blondeau. Blondeau heeft de meeste wedstrijden gespeeld. 28 wedstrijden, 13 doelpunten, 2 assisten. Ja, toch wel de beest van deze career mode. Eiting, die groeit niet echt meer, maar is toch wel nog steeds de vaste waarde in ons team. Misschien moeten we hem wel weer gaan trainen. Want zo snel naar de 80. Tavazzoli, 25 wedstrijden, 7 doelpunten, 1 assist als linksachter is gewoon een uitstekende prestatie. Zijn vorm is ook uitstekend, de 7,7. Samen met Blondeau de hoogste tot nu toe, ja, de eerste 2 pas. K-Man, je ziet hem niet vaak, maar toch een belangrijke speler in ons team. Floranus is gewoon, ja, de back, onze back. Die je niet heel vaak ziet in het spel. Houtman doet het ook toch wel redelijk. Een redelijke free transfer. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Meijers. Ja. Wat moet ik hierover zeggen? Ik vind het jammer dat hij niet meer groeit. Hij is ontevreden. Ik snap niet hoezo.
Maar hij is toch wel echt de beest die ja, heel de Karim moet bijblijven. Ik weet niet of hij heel de Karim moet gaat spelen. En voor het zo misschien wel iemand anders. Maar hij is sowieso de man samen met Ella Lucci van deze Karim mode. Schrijvers is ja, na Merabti de beste. 22 wedstrijd, 10 doelpunten, 10 assists. Geweldig, geweldig. Echt ongelooflijk. Een 8 haalt hij. In Champions League is hij helemaal een uitblinkertje. Hetzelfde geldt voor Merabti. 16 doelpunten, 7 assists. Ja, ongelooflijk. Snapvanger, 7 doelpunten. Doet het dus goed bij AZ, zien we. In 20 wedstrijd 7 doelpunten als CAM. Prima, prima. Ik ben blij dat hij zich goed presteert daar voor de rest. Ja, je ziet hem af en toe wel eens natuurlijk met de assisten van overheen. Teunkens kiept af en toe nog wel eens. El Lucci speelt nog best vaak. Van Noorbergen. McPake, 15 wedstrijden. Speelt in een slechte vorm, heel slecht zelfs. Jammer, dat ja, valt me tegen. Voor de rest, ja, Joost de Duits speelt nu basiskeeper natuurlijk. Van Leeuwen speelt gewoon, heeft al 11 wedstrijdjes gespeeld. Die heeft gewoon een prima score gehaald. Hij is echt prima verdediger. Blondeau, zoals je ziet, hij is al een keer een Champions League score. Dat weten we natuurlijk. Moretti is nog niet hetgene van vorig seizoen. Dat is jammer. Voor de rest, ik weet niet wat hiermee aan de hand is. Wat betekent dat dingetje erachter? Ik heb geen idee. En Dijkstra heeft dus 3 wedstrijden al gespeeld bij VVV. Dat is leuk om te zien, want bij ons heeft hij volgens mij 1 keer gespeeld. Dus waarschijnlijk nog 2 keer bij VVV of zo. Van Krooi. En bij ons heeft hij alleen gespeeld in de Oranjebeker. Dus 2 keer Eredivisie. Scars, voor de rest. De Haan, 1 wedstrijd. Cartier, 1 wedstrijd die toch wel goed heeft gedaan. Rosario, dat weten we niet of die speelt bij Anderlecht. Maar in de Champions League is mijn Anderlecht blijkbaar heel erg slecht. Van Arnold, eerste wedstrijd Birgitti. En dan hier Meijer, nog niks gespeeld. Gaat nog wel een keertje spelen. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Laat een like achter, abonneer als je nieuw bent. En zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.